Letterlijk brandnieuw is het gemeentehuis in Zwijndrecht. Vandaag, precies een week geleden, op maandag 29 september, gingen de deuren open voor het publiek. En vandaag om 13:50 mochten alle ambtenaren weer naar buiten. Na een lekkage op de bovenste verdieping had iemand geprobeerd een raampartij droog te maken met een brander. Daarbij is brand ontstaan doordat men een brander heeft gebruikt. Er is brand ontstaan in het isolatiemateriaal. Gelukkig doofde dat ook uit zichzelf weer. Ja, dat kan gebeuren. Als je een kleine lekkage hebt, dan maak je het droog. En even onder oplettendheid van een persoon, die maakt het droog en met een vlam. En het gaat vlamvatten verder. En dan kan dit gebeuren. Op de afdeling waar ik werk, op de gang, op de tweede verdieping, was ook rook te ruiken. En ik heb nog geprobeerd om met een kleine tuinslang, hè, daar de boel te bewaken. Ja. Maar dat was gelukkig allemaal niet nodig. Ja. Want het valt allemaal reuze mee. Maar het bedrijfshulpteam kwam direct in actie hier op het gemeentehuis en heeft alle ambtenaren veilig uit het gebouw gekregen. Niemand raakte gelukkig gewond. Alarm is zo oorverdovend dat je niet binnen kunt blijven. Iedereen is ook keurig naar buiten gegaan. En iedereen ging super gedisciplineerd naar buiten. En eigenlijk binnen 5 minuten, is mijn indruk, stond iedereen ook keurig buiten. We zijn rustig naar buiten gelopen, ja. Ja, dat is een standaard procedure. Het werkt niet altijd vlekkeloos, maar bij het gemeente Zwijndrecht heeft het op dit moment vlekkeloos gewerkt. Dus de complimenten. De schade aan het gebouw lijkt mee te vallen. Na iets meer dan een half uur mochten alle ambtenaren weer aan het werk.